Welkom bij een nieuw seizoen De Vrije Markt. 45 scholen slaan de handen in elkaar tegen hogeschoolfacturen. Olistaat Texas ligt stil door orkaan Harvey. Dan gaan we dat ook bij ons voelen aan de pomp? En Karel van Eetveld, spreekbuis van de zelfstandige, wordt opperbankier. Voer voor een gesprek. Goedemiddag. Is er weer af. De eerste schooldag zit erop voor de meeste leerlingen en leerkrachten. Maar voor veel ouders is het nu bang uitkijken naar de eerste schoolfacturen. U weet het, ons onderwijs is in principe gratis, maar met name in het secundair onderwijs lopen kosten voor schoolmateriaal of uitstappen toch vaak flink op. Dit zijn enkele cijfers. Een jaar ASO kost ouders gemiddeld 1200 euro, voor het technisch secundair onderwijs is dat 1260 euro en het kunstenonderwijs KSO kost elk jaar 1380 euro. Dat is best wel heel fors, zeker voor gezinnen die het niet breed hebben. 45 scholen slaan nu de handen in elkaar voor een lagere schoolfactuur. Het Busleiden Atheneum in Mechelen is daar één van. Gisteren zetten het beslijde Atheneum Campus Tassar zijn deuren open voor het nieuwe schooljaar. Voor veel ouders betekent de start van het nieuwe jaar ook heel wat extra kosten, kosten die vaak te hoog zijn. Destijds hebben we gemerkt dat kinderen, um, en dan spreek ik echt al over heel wat jaren geleden hoor, um, bijvoorbeeld hier kantoor volgden en eigenlijk veel liever restaurant, keuken, maar die afdeling niet konden betalen. Omdat wij toen ook nog heel erg meegingen in het plaatje van leerlingen moeten een messenset aankopen, een bepaalde kledij. En dat maakte inderdaad dat die factuur ten opzichte van een andere afdeling heus wel wat kon verschillen. En de school probeert zo creatief mogelijk de uitgaven te beperken. Bijvoorbeeld bij de boeken. We gaan inderdaad wel schoolboeken uiteraard niet kunnen uitsluiten. Maar we gaan nadenken over, laten we ze aankopen, zijn ze in bruikleen, laten we ze huren. Dat de school veel inspanningen doet om de schoolfactuur te beperken, voelen ook de ouders. Ik heb dus een tweeling en die tweeling volgen juist dezelfde richting. Dus en we betalen eigenlijk een. ...per kind iets van een 300 euro per jaar... ...om deze beroepsopleiding te kunnen volgen. In tegenstelling tot mijn zoon... ...die is nu naar een andere richting in een andere school... ...en daar had ik bij het begin van het schooljaar... ...een kostenplaats van iets van een 800 euro... Ondanks de relatief lage factuur op deze school blijft de aankoop van materieel en boeken voor sommige ouders te duur. Net zoals in 70% van de Vlaamse scholen heeft ook deze school nog steeds onbetaalde schoolfacturen. Zoals ik zei, elke school heeft daarmee te maken. Ik denk niet dat dat eigen is aan deze school. Onbetaalde schoolfacturen is een onderdeel daarvan. Maar door inderdaad kostenbewust te werken en van je ouders partners te maken, denk ik dat je daar al een heel... Ja, een heel stuk in kan, uh, kan corrigeren. Ja, hoe die schoolkosten beheersen, daarover ga ik nu spreken met Peter De Munk van Werkgeversfederatie Agoria. Welkom. Bedankt. En ook met colette Victor van het initiatief aanpakschoolfacturen.be. Mevrouw, u ook welkom. Allereerst wat, wat is dat initiatief eigenlijk? Uh, samen tegen onbetaalde schoolfacturen is een project die breed gedragen wordt. We hebben verschillende partners, we hebben alle onderwijskoepels die daarin zitten, daar zijn verschillende armoedeorganisaties um, en wij hebben samen de handen mm. in elkaar geslaan uh, ja. om na te denken hoe om de schoolkosten te beperken. En want, want we zagen het in de reportage, hè. scholen moeten vaak op van alles en nog wat besparen, van alles en nog wat uitvinden om die kosten toch maar uh, te temperen. Hè. Dat is waar, ja. ja, ja. De, en, 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 en dat kan heel zwaar doorwegen, mm. zo uh, de cijfers die je juist uh, vernoemd hebt. Als uh, een gezin met armoede uh, twee, drie kinderen in het middelbaar heeft, dan, dan, uh, dan is het duidelijk dat dit niet te betalen is ja, ja. En, en dat onbetaalde facturen dan een resultaat daarvan is. Kan het zo ver gaan dat in bepaalde gezinnen zelfs gewoon een foute studiekeuze wordt gemaakt alleen maar om een richting te kiezen waar de kosten laag liggen? Dat kan zeker. Wij hebben vernomen van een gezin met een alleenstaande mama. En zij had twee kinderen. Het oudste daarvan was een meisje. En dat meisje koos om haar tooi te doen. Um, haar broertje was twee jaar jonger. En uh, hij moest twee jaar later moest hij ook haar tooi gaan volgen. Omdat de moeder gewoonweg niet het geld had ja. om, om, om twee verschillende opleidingen te ja, betalen. En jong had er misschien geen zin en geen talent voor? Ja, precies. En eigenlijk zou het onderwijssysteem de plaats moeten zijn ja. waar jongeren hun talenten kunnen ontplooien. Ja. En, en wat doen jullie nu met dat initiatief? Dus jullie, er zijn 45 scholen die meedoen. Wat doen jullie om de kosten voor die scholen wat naar beneden te halen? Um, dus we bieden elke school een traject van één jaar. Um, maar op maat. Dus het, het probleem van onbetaalde schoolfactoren gaat in een stedelijke school met veel kansarmoede mm -hmm. gaat het probleem daar anders uitzien ja. dan in een ASO-school in het platteland? Pas op, in de ASO-school is daar ook wel um, armoede, maar dan verdoken. Uh, dus uh, wat we aanbieden aan de, aan de stedelijke school met veel, veel kansarmoede, gaat zeker anders ja. zijn. Uh, maar, dus, maar jullie dus... geven scholen tips of jullie begeleiden die? Wat, 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 wat doe je concreet? Tips, we gaan eerst samen met de school bekijken van waaraan willen jullie werken, wat hebben jullie al gedaan, uh, waar willen jullie nog uh, naartoe gaan en dan gaan wij samen met hen een traject uitwerken. Het kan in één school zijn dat zij in, in, in een kostenbeleid uitwerken, ja. in, in een andere school kunnen zij een schoolcode uitwerken of ze kunnen zeggen oké okay, wij gaan de schoolrekeningen aanpakken en hoe wij daarmee omgaan. Uh, we gaan ja. anders communiceren met ouders. Dus het is heel verschillend. Het is echt ja. op maat van de school. Maar zodanig dat de school zich daarvan bewust is en bij alles wat ze doet dat in overweging neemt. Zeker, ja. dat, okay. is de, dat is de grootste overweging. Dat scholen ja. heel bewust zijn van, van armoede. Dat het zeker op alle scholen aanwezig zijn en dat zij daar heel bewust mee omgaan. En als zij dat weten, dan kunnen zij verschillende ja. strategieën uitwerken om dat ja. aan te pakken. Meneer de Munk, toen we dit aan het voorbereiden waren, dachten we. Misschien kan het bedrijfsleven hier wel een rol in spelen. Maar anderzijds, de schoolfactuur is voor een bedrijf of een federatie wellicht niet meteen een bekommernis. Wel, wij delen uiteraard de bekommernis dat alle jongeren moeten de gelijke kansen krijgen om hun talent en passies ja. te ontdekken en te ontwikkelen. Uh, dat is een gedeelde bezorgdheid. En dat is ook een ook in het voordeel van het bedrijfsleven. Absoluut. Ja. Uh, en vandaar dat het ook een, een taak is van de bedrijfswereld om te zien waar we scholen kunnen helpen, met name ook technische, technologische ja. scholen, waar de investeringen voor. Technologie-infrastructuur toch vrij groot zijn. En heel concreet gebeurt er al iets? Er gebeuren al een drietal zaken. In de eerste plaats helpen bedrijven met de technologie-infrastructuur in de school zelf. Bijvoorbeeld Daikin heeft voor de Peters-Paulus Technische School in Ostende een installatie ontwikkeld om Spot de competenties op het gebied van hydraulica, elektromechanica, ja, ja. om die onder de knie te krijgen. Dus ja. dat is heel concreet een investering in de school. En tegelijkertijd levert dat ook toekomstige werknemers op Absoluut. met een technische bagage. Absoluut. Ja. Een tweede manier om, 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 om te helpen is via het concept van dual leren. Dus dat is zeer kostefficiënt voor de school, omdat eigenlijk de studenten leren op de werkvloer. Mm. Dus dual leren is heel duidelijk, voltijds leren, maar een deel op school en een deel op op de werkvloer. Uh, heel kostefficiënt, heel motiverend uh, voor de leerlingen. Uh, vandaag zijn er een, uh, 21 studierichtingen die dat aanbieden, uh, waaronder bijvoorbeeld elektromechanische technieken in het ja, ja. sterke TSO-richting is, een vijftal scholen. En vanuit de technologiesector sector worden dus inderdaad op die ja. manier miljoenen ook geïnvesteerd ja. in ondersteuning van het onderwijs. Ja, mevrouw Victor, bij jullie platform is het bedrijfsleven niet echt een partner. Ik, ik kan, daar, kan daar ergens een wisselwerking zijn? Ik denk dat het zeker een meerwaarde zijn. Ik denk dat het zeker iets wat wij moeten meenemen naar de toekomst, om, om, om meer naar dit soort voorbeelden te kijken. Wij weten bijvoorbeeld van een taalschool in Hasselt, waar ja. zij een, een, met een aantal leveranciers werken. En een ruil daarvoor sponsoren de leveranciers de ah, ja. leerlingen voor. Een, hun... een soort samen aankopen. Of, of... Ja, dan ja. kopen zij ze messen zetten en werkledij voor de leerlingen. En dat drukt dan ook de kosten. Ja. Dus, uh... Want je hoort ook wel eens zeggen, het ligt ook soms aan de scholen. Hè? Leerlingen of ouders min of meer verplichten om een dure laptop van 600 euro te kopen. Ja, dat is natuurlijk ook een vorm van een verdoken schoolfactuur. Hè? Ja, en daarom uh, is uh, dat is een beetje het boodschap van dit project. Denk eens na en wat jullie doorrekenen. Ik ga daar heel bewust mee om. Wij zeggen zeker niet dat kinderen niet met laptops moeten werken op school. Maar denk eens na, is daar een ander systeem? Is daar een huursysteem waar kinderen uh, laptops kunnen huren? Ja. en. en... Ik zie je denken over hoe kan ik, hoe nee, kan nee, ik hier iets mee we, doen? Ik deel de mening en het, het is wel heel belangrijk. Het zou geen issue mogen zijn, want digitalisering in het onderwijs is een manier ook om op termijn minder kosten te dragen. Vandaag als bijvoorbeeld bedrijven die schrijven hun computers heel snel af, die kunnen naar scholen gaan bijvoorbeeld. Die zouden kunnen naar scholen gaan. Ja. Maar ik denk dat de vraag vooral is hoe kunnen we bestaande kosten vermijden in de school. Als we zien ja. hoeveel nog gekopieerd wordt voor het didactisch materiaal te maken, dat een eenmalige investering in, in, in laptops en pc's en digitale toepassingen een heel goede investering zou zijn. Te meer dat het toelaat om onderwijs op maat aan te bieden op een kostefficiënte ja. manier. En eigenlijk ook tegelijk die winst mee te nemen. Dat voor verschillende typen studenten op een heel efficiënte manier in oefening kan gegeven worden, want die zitten op verschillende laptops ja. en die kunnen eigenlijk heel op maatwerk onderwijs ja. volgen. Jullie zitten natuurlijk in allerlei overlegorganen, overleg ook met de overheid. Jullie zouden op een of andere manier wel initiatief kunnen nemen, of zelfs misschien wat druk uitoefenen op de overheid, om iets te doen aan die hogeschoolfacturen. Hè? Druk uitoefenen is een groot woord, maar bijvoorbeeld ook in het kader van dualeren uh, zijn wij vragende partijen om dat eens te gaan uitrekenen. Het is een heel mooi concept. Het, is, het wordt in de toekomst ongetwijfeld de norm. Maar wij moeten eens de moed hebben ja. om te gaan kijken: wat kost dat voor een school? Wat kost dat. Voor een leerling. Wat kost dat ook voor een bedrijf? Want ook door de bedrijven wordt daar heel veel tijd en energie in gestoken. Dat is ook een kost. Dus en dat plaatje daar zijn wij ook vragende partij aan de overheid om daar eens een duidelijk plaatje van te maken, om te zien dat dat voor alle partijen betaalbaar blijft naar ja. de toekomst toe. Mevrouw Victor, is eigenlijk de oplossing niet om op termijn te gaan naar voor het secundair onderwijs een, een maximumfactuur, zoals dat ook voor het basisonderwijs al bestaat? Ja, vanuit dit project staan we zeker achter het idee van een, een maximumfacteur. Het is alleen niet zo evident om het uit te voeren als een, als een basisonderwijs. Daarvoor is het departement onderwijs nu bezig om een studiekostenmonitor. En waarom is dat niet zo evident? Um, om, uh, omdat jij natuurlijk zit met verschillende kosten. Uh, een leerling ASO die Latijn wiskunde uh, studeert... gaat zeker andere benodigdheden hebben dan, om, uh, dan een, een leerling in een restaurant keukenopleiding. Ja. Dus het is niet zo evident om één lijn te trekken. Daarom zijn we nu aan het kijken van wat kost elke studierichting, wat kost de studierichtingen in de verschillende scholen. Is daar een lijn om te trekken? Begint bijvoorbeeld in het eerste graad. En, en voer het dan in, en, en heel geleidelijk. Ja. Ja. Maar daar moeten ook natuurlijk werkingsmiddelen voor de scholen tegenover staan. Ja. En ik begrijp de bezorgdheid om inderdaad naar die kosten te kijken. En tegelijk moeten we ook naar de kwaliteit kijken, natuurlijk, van het, van het onderwijs. We zien het als een kost, maar eigenlijk is het een, ja. een investering in jongeren, in de toekomst, in de maatschappij. Want zeker... Zou het daarom inderdaad niet nuttig zijn dat jullie. Vanaf vandaag is met elkaar beginnen te praten. En ik, denk ik denk dat het dat een, een, een heel nuttig voorstel is. Te meer dat als we kijken naar technisch-technologische richtingen, ook maatschappelijk, dat zijn juist de richtingen die gaan zorgen voor de oplossingen van de grote maatschappelijke problemen ja. van vandaag. Rond mobiliteit, rond uh, gezondheidszorg, rond veiligheid. Dus ik denk dat daar zeker samenwerking en wisselwerking mogelijk is. Ziet u dat? Dat... Ik, ik denk zeker. We oh. hebben al uh, kaartjes uitgewisseld. Ja. Ik uh, denk dat uh, daar zeker. Uh... Heel okay. raakvlakken zijn. Laten we hopen dat dit dan het begin is van iets moois en vooral ook heel nuttigs voor onze jongeren. Absoluut. Bedankt voor dit gesprek. Dank u, in Texas kregen ze de afgelopen week de zondvloed te verwerken. Orkaan Harvey zette honderdduizend huizen onder water, tienduizenden mensen kamperen in scholen of in sporthallen en de directe schade wordt nu al op minstens 5 miljard dollar geraamd. Maar Texas is ook het hart van de Amerikaanse olie-industrie en die is ook stilgevallen. En dus mogen we ons afvragen of we Harvey op den duur ook bij ons aan de pomp gaan voelen. Michael van Drogenbroek die praat daarover met Tom Simons van KBC. Ja, lieve Texas is het hart van de petrochemie in de Verenigde Staten. Houston is ook de plek van medische research en ruimtevaart. Dus Tom Simons, het belang voor de Amerikaanse economie dat kan eigenlijk nauwelijks overschat worden van Houston. Ja, inderdaad. Het is de petrochemische hoofdstad. Het heeft een bbp van... 500 miljard dollar. Het is, eigenlijk een, ja, het is een klein land op zich dat nu helemaal in roer ligt. Ja, vooral wereldhoofdstad van, van de petrochemie. Met ja. wat er nu gebeurt, wat zijn de gevolgen daarvan? Wel, wat we onmiddellijk zien, is dat die benzineprijs in de eerste dagen na Houston zo'n 30% is gestegen. En voor een land zoals de VS, waar heel veel rondgereden wordt, is dat echt extreem belangrijk. Het is nu al wel wat gebeterd, maar ja, samen met die benzineprijs is ook de olieprijs gezakt. En de olieprijs is ook belangrijk voor de productie van die shale oil in de VS. Ja, dat maakt dat je daar toch wel op bedrijfsniveau van Houston naar heel Amerika exporteffecten krijgt, die negatief zijn, over heel de lijn eigenlijk. Dus er zijn heel veel sectoren die duidelijk een impact ondervinden. Ja. Naar de Verenigde Staten toe. Kunnen wij daar op termijn aan de pomp iets van uh, gevolgen van ondervinden? Wel, op termijn, de lange termijn effecten die zijn waarschijnlijk heel klein. Hè. Het is nu gewoon een disruptie in wat we noemen de toevoerketen, de supply chain. Uh, er is veel minder vraag naar olie. Uh, Houston staat voor een kwart van de volledige raffinagecapaciteit van heel de VS. Dus hier zouden de prijs aan de pomp. Een beetje kunnen beïnvloed worden? Door... Wel, de dat is lokaal, hier de prijzen van de pomp niet, maar we zien wel in de afgeleide producten, de geraffineerde producten, dat die toch wel 10 tot 15 procent duurder zijn geworden. De fabriek van Arkema die daar bijna ontploft is. Dat is isolatie? Arkema, wel, daar maken ze eigenlijk de producten die nodig zijn, of die tenminste kunnen gebruikt worden in isolatieschuim. Acrylzuur bijvoorbeeld, dat is vooral acrylzuur, sorry. Uh, dus dat heeft een impact op verf bijvoorbeeld. Dat wordt daarvoor gebruikt. Maar andere fabrieken, daar maken ze bijvoorbeeld MDI en TDI. Dat is voor isolatieproducten, voor de polyurethaan. En die twee specifieke segmenten, die niches, ja, dat maakt bijvoorbeeld een Recticel bij ons nu uh, ja, duurdere producten moet inkopen. En fors duurdere producten. Dus Europa wint zeker niet bij de... Ja, bij de chemische impact. Nee, op de langere termijn, die petrochemie, kan die helemaal geraakt zijn door wat er nu gebeurd is? Wel, het toont aan dat het allemaal heel kwetsbaar is. Zo'n één grote hub, uh, daar wordt heel veel geproduceerd wereldwijd. Ja, elke, ja, de hik daar, dat zorgt voor een kater aan de overkant van de, van de, van de Atlantische Oceaan. Lange termijn denken we niet dat er veel gevolgen gaan zijn, omdat je dat nu eenmaal moet concentreren, omdat daar schaaleffecten spelen en aanvoereffecten. Maar ja, het zit toch maar in de verf van: kan niet zo langer? Moet, uh, ja, moet zo één hub verantwoordelijk blijven voor heel die wereldeconomie? Ja, en, en dan, dan denk ik toch dat dat. Het, geval, hè. Maar het is niet alleen de petrochemie, het is ook auto's, het is staal, het is biotechnisch pharma in Houston. Uh, kunnen daar gevolgen van zijn voor de langere termijn? Opnieuw, daar het zijn heel veel tijdelijke effecten. Maar ja goed, die tijdelijke effecten die kosten veel geld, die hebben een heel grote omvang. Die moeten ook heropgebouwd worden. En we denken dat daar toch wel de meest duidelijke impact is, die heropbouw. Ja, ja. Dat is een moment waar uh, nu ook moet aangedacht worden. Ja, nee, dat kost ook geld. Uh, het is misschien wat vreemd om dat in deze context te zeggen, maar wie wordt daar beter van, van die heropbouw? Wel, de van de crisis ligt bijvoorbeeld de, 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 de do it hè de home depots die, die stijgen daar op kursen omdat ja, al die materialen moeten ingekocht worden. Maar misschien is er wel een opsteker voor Europa omdat de opbouw van die steden ja we hebben Katrina ook gehad ja. die moeten beschermd worden tegen overstromingen. Dan moeten dijken worden aangelegd, dat moet helemaal gedacht worden. Dat is werk voor baggeraars. En dan zie je, ja, maar die mogen daar niet aanwezig zijn. Dat is bijzonder interessant. De protectionistische reflex van de states maakt dat Europese baggeraars de top van de wereld. En die, die kunnen wij in het kant actief land ook, natuurlijk, ja. ja, dat is voor Demi, Jan Denul, de nul van de Pascalis, maar die mogen niet actief zijn en mogelijk komt er nu een uitzondering en dan mogen ze daar toch wel ineens alles opnieuw gaan heruitdenken en dan hopelijk hebben we daar toch wel een graantje van mee te pikken. Ja, dus dat naar aanleiding van wat er nu gebeurd is misschien wel een soort uh, weg wordt opengelegd om uh, voor wel, Europese bedrijven te doen? Dat is dan dat de crisis en de opportuniteit. Het zijn pijnpunten in de chemie sector, uh, in die supply chain, in die baggersector. Misschien kunnen we dit positief benaderen en binnen tien jaar staan ja, Waar we dan staan in een ja, klimaat dat warmer wordt, met meer kans op orkanen, dat dan toch die hele kust en die, die supply chain be beschermd wordt. Dat ja. is wat we zouden moeten kunnen realiseren. Zulke grote rampen zijn drama's voor wie het persoonlijk meemaakt. Ook verzekeraars en herverzekeraars Sowieso. vinden dat uiteraard niet fijn. Wat zijn de gevolgen voor hen van, van deze ramp? De economische kost, Michael, wordt ongeveer op 100, 150 miljard dollar geschat. Het grootste deel daarvan wordt gedekt door Amerikaanse overheden. Maar een heel groot deel, de schade aan bedrijven, wordt gedekt door de herverzekeraars. Ja, en die moeten dat allemaal wel ophoesten. Dus die koersen staan natuurlijk fors onder druk. En ja, hoe langer dat duurt, hoe meer die gaan moeten ophoesten. Dus ja, die betalen de grootste delen van de schade, samen met de overheid. En dan zie je dat de economie van heel de states, ja, die kan toch wel 1 tot 2 procentpunten impact ondervinden. Afhankelijk van hoe lang het duurt en hoe, hoe okay. erg het blijft. Dankjewel Tom Simons voor die uitleg daarbij. Ja. Maar in elk geval lieven dus een natuurramp met ook grote financiële, maar ook economische gevolgen voor de Verenigde Staten. Helemaal aan het einde van het transferseizoen in het voetbal viel bij ons in het bedrijfsleven ook nog een toptransfer. Karel van Eetveld, dertien jaar lang het gezicht van zelfstandige organisatie Unizo, werd voorgesteld als nieuwe CEO van Febelfin, de koepel van de financiële sector. En het moet gezegd, de verwachtingen zijn hooggespannen. gespannen. Laten we ook nog één toevoegen. Hij is ook een goede communicator, wat heel belangrijk is in een omgeving waarin we vandaag nemen. Karel van Eetveld, welkom en uh, proficiat, mag ik zeggen, zeker. Hè? Dank je wel. Ja. Ja, ja. Grote communicator, dan denk ik, er is in die sector wat dat betreft wel veel werk op de planken. Uh, dat is zo. Ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat de financiële sector terug aansluiting vindt met ja. de samenleving. Want sinds de bankencrisis ja. is dat die mago mm. nooit echt hersteld geraakt. Hè? Uh, uh, nee, er zijn wel inspanningen gebeurd uiteraard. Hè. Uh, en de situatie is gelukkig ook niet meer die van 2008, 2009, 2010. Uh, maar toch voel je nog dat, uh, dat uh, ja, elke gelegenheid die er is, dat het beleid, de politiek of zelfs stukken van de samenleving uh, die sector als schuldige probeert ja. aan te duiden voor van alles en nog wat. En wat bedoelt u met de sector moet weer meer aansluiting vinden bij de samenleving? Ik denk dat er zijn twee zaken. Langs de ene kant. Uh, kan je eigenlijk niet twijfelen over het belang en de toegevoegde waarde van de financiële sector voor de economie, maar ook voor de maatschappij. Die, dat belang is zeer groot. Uh, maar langs de andere kant merk je ook dat heel weinig mensen dat beseffen en of erkennen. Uh, dus het is heel belangrijk dat, dat uh, de, de spelers in de sector explicieter naar buiten komen met, uh, met de dingen die ze doen, de toegevoegde waarde die ja. ze creëren voor, voor de samenleving. En uiteraard ook heel duidelijk tonen dat uh, gedragingen waarvoor ze. Ja, wij zal spreken veroordeeld geweest zijn door de samenleving, dat die ook weg zijn uit, ja. uh, uit wat ze doen. Unizo zelf is vaak kritisch voor de banken hè, over bankkosten, over gebrekkige kredietverlening aan uh, KMO's. Is dat iets wat u gaat meenemen naar daar? Ik denk dat dat een voordeel is dat ik, dat ik tenminste weet wat leeft bij een belangrijke groep, uh, wat mijn stakeholders uh, van, van die financiële sector. Uh, dus die ervaring neem ik mee, wat daar leeft neem ik mee. En ik kan dan van binnenuit oplossingen zoeken. Dat is wat ik zeker, wat ik zeker ga doen. Ja. Persoonlijk, komt u nog wel eens in een bankkantoor? Uh, heel zelden hier. Ja. Ik, ik denk één keer per jaar ongeveer. En als ik dat doe, fijn, misschien iets meer. Uh, maar die iets meer is om, om cash nog af te halen. Ja. Af en toe doen we dat nog in, in België. Uh, maar die één keer is, is om advies te vragen. Ja. En de rest is online? Van bij u thuis in de huiskamer? Uh, ja, thuis in de huiskamer of waar dan ook. Wow, want ja, online ja, ja. kan je van overal doen. Dus ja. ik ben een echte ja, online gebruiker van ja. bankdienst. Ik vraag u dat omdat um, de bankbediende staat bovenaan in het rijtje van bedreigde beroepen. Hè? Ja. Dat is ook iets waar u mee gaat te maken krijgen. Hè? Uh, ja, die sector wordt uiteraard geconfronteerd met heel vergaande technologische ontwikkelingen. Uh, zeker in het kader van digitalisering. En ze moeten ook mee. Ze kunnen niet zeggen, ja, we gaan dat laten passeren, want dan gaan die bedrijven gewoon verdwijnen. Mm. Ik denk dat het een grote uitdaging is naar de toekomst om te kijken hoe je dat op een menselijke manier kan doen. Hè. Hoe je ja, de nieuwe profielen, competenties die nodig ja. zijn, goed kan binnenhalen in de bank. Maar ook dat, hoe dat je kan nadenken over uh, wat, je dan, uh, wat je dan kan doen met mensen die misschien overbodig worden ja, in die wel, omgeving. Ik wou het net vragen wat ING ja. gedaan heeft. Mensen boven de 55 thuis laten. Ja. Zo goed als met een volledige wedde. Wat vindt u daarvan en denk dan misschien nog eens vanuit Unizo. Ik, ik denk dat er alternatieven zijn daarvoor. Ik zie andere bankaire spelers zo'n zaak op andere manieren oplossen. Bijvoorbeeld door die mensen ter beschikking ja. te stellen van, van andere economische spelers. Want dat gaat hey, in je... tegen wat u als werkgeversfederatie ook hebt proberen hey, te bereiken politiek ik ga, langer ik, ga, ik kan een voorbeeld geven vanuit Unizo zelf. Uh, wij hebben op dit ogenblik, uh, ik denk, een vijftal mensen. Werken binnen onze organisatie die eigenlijk nog werknemer zijn van een bank, ah, ja. die worden ter beschikking gesteld mm -hmm. via een heel specifiek systeem. Uh, voor onze organisatie, voor UNISO zijn dat heel waardevolle mensen, omdat ze heel, heel wat ervaring hebben, uh, die kunnen daar ook een nieuwe uitdaging vinden. Voor die bank, waren die, voor wat er daar nog moet gebeuren, waar ze eigenlijk niet meer geschikt, dus er bestaan manieren ja. om mensen toch nog een goede, waardevolle en uitdagende invulling van een loopbaan te geven. Zij het op een andere ja. plaats. Het zijn dat soort van creatieve oplossingen die we moeten zoeken, vind ik. Ja, ja. Dat is het resultaat van overleg, van sociaal overleg. Gaat ja, u sociaal overleg missen? Uh, ik ga nog uh, vaak sociaal overleg ja. hebben. Maar, maar de groep de... van tien... Ja, maar zelfs is... leden van de groep van tien ga ik nog, moeten, ja. ga ik nog mogen zien of moeten zien... Uh, ik heb begrepen dat uh, CEO van de inderdaad van bestuur van het VBO komt. Ik heb uh, mijn collega Pieter Timmermans daarvoor gewaarschuwd mm -hmm. dat dat gaat gebeuren. Uh, maar ik heb ook met, uh, ja, met mijn collega's van de vakbondengroep van 10 al, al een kort contact gehad. Yeah. Uh, en alle drie hebben ze mij gezegd, alleen tot binnenkort dan, want die sector staat voor ja, transformaties. Ja. Uh, er gaan issues zijn rond medewerkers en dat gaat over veel mensen. Uh, dus heel graag daar contact over. Ja. Dus boi, Ik ga die mensen nog, nog zien. Ja. Maar niet zoveel als vandaag. Nee. Wie of wat uit uw unie, zo verleden, als we het nu zo mogen noemen, gaat u niet missen? Rudy de Leeuw? Uh, nee, want ik ga Rudy nog zien. Hè. Mm. Uh, maar bon, Rudy zal, gaat ook volgend jaar met pensioen, als ik het, als ik het goed begrijp. Uh, en, uh, het is zo dat, dat uh, met die collega's, in de groep van tien, ik naast de vergaderingen uh, af en toe ook nog uh, aparte contacten had om ervaringen uit te wisselen. Uh, waar we helemaal niet ja. tegenover elkaar stonden, maar, maar soms maar, maar, op of, maar, zeg. maar, dus buitenuit ik ga... hebt u vaak heel er... hard geclashed met ABVV Rudy de Leeuwen. Ja, dat, dat is juist, vooral met, uh, met de standpunten die hij moest mm. verdedigen. En ik denk dat dat vice versa is. De standpunten die ik verdedigde, die ook uh, niet draagbaar waren voor, voor zijn organisatie. Uh, en ik weet dat die dingen gepersonaliseerd worden, uh, of verpersoonlijk worden. Maar in de praktijk gaat het over ideeën en standpunten. Ja. En die, die botsen. Uh, maar ik vind, op, op dit niveau moet je dat kunnen overstijgen. Ja. Uh, moet je ook met elkaar kunnen discussiëren vanuit uh, verschillende invalshoeken. En met hoe, hoe mensen kijk... als Mark en Ruud heb ik ja. dat gedaan. Hoe kijkt u naar die toch wel heel hevige botsing die er van de week is ontstaan tussen aan de ene ja. kant Bart de Wever, N-VA en dan de vakbonden en opnieuw met name ABVV, Rudy ja. de Leeuw? Uh, ja, een beetje droevig vind ik dat eigenlijk. Uh, want finaal uh, vind ik dat die groep van tien een opdracht heeft naar de samenleving en dat is oplossingen zoeken voor die uitdagingen die er allemaal liggen. Uh, ik vind, het, is ook, het is niet correct, bijvoorbeeld, om te zeggen dat, uh, dat we in een, in een sociale wantoestand leven. Als je kijkt naar, naar wat er allemaal nog gebeurt, dan klopt dat gewoon niet. En dan beeld proberen op te hangen. Ik heb dat ook al gezegd. Hè. En ik herhaal dat nog eens. Dat soort van beelden ophangen dat betreur ik. Uh, wat, wat Bart en, De Wever over de vakbonden heeft gezegd. Ja, maar, maar fijn, ik denk dat Bart De Wever daar wel een punt heeft. Uh, ik vind dat je duidelijk mag zeggen wat u stoort in een beleid. En als er veranderingen zijn, mag je dat, mag je dat duidelijk zeggen. Daar heb ik absoluut geen probleem, probleem mee. Maar uh, een sfeer creëren alsof, alsof er hier aan sociale afbraak echt gedaan wordt, terwijl je goed weet dat dat eigenlijk niet waar is, ja. dat dat niet klopt. Hè. Als je ziet wat er allemaal is nog, uh, dat, vind ik niet, dat vind ik niet goed. Want de vra ik vraag me dan af. Hoe ga je vanuit zo'n botsing naar een oplossing? Ik kijk daarnaar en ik zie geen oplossing dan. Ja. U hebt dertien jaar aan het hoofd gestaan van, uh, van nee, Unizo. Nee. Um, wat is, als je terugkijkt op die dertien jaar, de belangrijkste evolutie? Uh, de belangrijkste evolutie is wat we de laatste jaren meemaken. Uh, een hele snelle verandering in de samenleving uh, door technologische ontwikkelingen, uh, waarvan ik zie dat dat uh, heel veel mensen. Uh, ja, in onzekerheid brengt. Hè? Want Ik denk dat dat het juiste ja. woord is. Uh, je hebt vaak voor je het voorbeeld gegeven van werknemers die terecht zijn. Maar ik zie hetzelfde bij ondernemers die plots geconfronteerd worden met een sector, een omgeving die heel snel verandert. Ja. Is het moeilijk om een bepaald komen... conservatisme bij die groep te doorbreken? Uh, dat is zeer moeilijk, ja. ja. Dat is niet gemakkelijk. Uh, maar het is belangrijk dat dat gebeurt. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, is juist uh, duidelijk maken aan heel veel van die mensen dat er toch nog een mooie toekomst is. ...dat er ook manieren zijn in een andere omgeving om voor stabiliteit te zorgen. En dat is eigenlijk cruciaal, want dat vragen mensen. Een stukje zekerheid, een stukje stabiliteit. En ik denk dat we daar misschien te weinig hebben op ingezet, ook als sociale partners. En als ik iets zeker wil meenemen, ook naar de financiële sector... ...dan is die ambitie, als we veel mensen moeten overtuigen om in een andere omgeving te gaan werken... Ja. ...en misschien zelfs op een andere plaats... ...dan moeten we dat doen door een stabiel kader aan te reiken... Met een perspectief, met een toekomst. Er wordt nu bij Unizo gezocht naar een opvolger. Hoe zot moet je zijn om dit te willen doen? Ben je kandidaat lieve? Nee. nee, nee. <laughs> nou, nee. <laughs> um, ja, ik denk dat je heel gedreven moet zijn. Uh, je moet, uh, je moet uh, gezonde ambitie hebben. Uh, je moet ook tijd willen vrijmaken. Uh, als je dat bij Unizo doet. En zo heb ik er naar gekeken. Is het heel belangrijk dat je heel veel contact hebt met ondernemers. Mm. En dat zijn mensen die, je ja, kent dat, hè, want het is in zo'n omgeving ook, die ja, van morgens tot s avonds actief zijn met hun, met hun zaak. Uh, en dan nadien misschien even tijd willen maken om met u nog te praten. Mm. Dus heel, veel, heel vaak samen s'avonds weg zijn, heel veel luisteren. Je moet uh, heel goed kunnen luisteren. Uh, en dan ja, ook beseffen wat de waarde is van dat soort van ja. mensen voor een, een samenleving. Dat, dat, ja. Als u het zo beschrijft, dat lijkt, dat lijkt mij een beetje het leven van een politicus al. Wat als zo, in ja. Ja. 2019 er toch de kans wordt, uh, komt oh. om minister te worden? Uh, die, ik, laat ons dat wil uh, zeggen dat die opportuniteit er al geweest is. Uh, en tot nu heb ik, uh, heb ik dat aan nee. mij laten voorbijgaan. Maar ik zal niet degene die zal, die zal zeggen nooit. Dat ga ik niet okay. doen. You never know. Maar nu, nu ga ik voor deze uitdaging, ik vind het een, een echt fantastische uitdaging, om als ja, buitenstaander, heeft Johan dat terecht genoemd, als outsider, uh, die sector vooruit te helpen, die zeer belangrijk is voor, voor economie en samenleving. Ik ga daar volop bak voor gaan. Wat in 2019 of 2020 of 2025 gebeurt, daar lig ik echt niet bij. Oké, okay, dus eerst vanaf 1 oktober, vind Karel van Eetveld, Absoluut, veel ja. succes en van harte bedankt. Dankjewel. En dat was er meteen, de eerste de vrije markt van dit seizoen. U kunt ook de volledige uitzending terugvinden via onze website en dat is vrtnieuws.be. Graag tot volgende week.